Open Rotterdam heeft deze maand kerstwensen van Rotterdammers verzameld. In deze driedelige serie maken we bekend welke drie wensen in vervulling zullen gaan. En zetten we een aantal bijzondere mensen in het zonnetje. Open warmt je op. Zo, we zijn op de Bergsingel. We gaan naar mevrouw Kostanje en die woont hier op de 12e verdieping. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Juliette. Hallo. Nel. Van Rotterdam. Ja. Waarom zijn wij hier vandaag? Dat is voor mijn dochter. Want mijn dochter heeft borstkanker gehad. En zware bestralingen en chemokuur. Ik denk, nou, ze mag wel eens even in het zonnetje gezet worden. Maar ze werkt fulltime nou, in het ziekenhuis op de trauma. Dus dat is best zwaar. Ik ga hem aan u geven en dan gaan we naar naartoe. Ja. Ja, dat is wel hoog. Erg, hè? Ja, ik vind het erg. Schrikkelijk. Ja. Ja, ik hou er niet van. Nee? Nee. Maar goed, ik woon hier ook niet, hè, dus dat scheelt. Oh, ja, je woont zeker lekker vrij. Ik woon op de tweede verdieping, dus dat is nog wel te overzien. Oh ja. Er zitten wel twee honden, hoor. Ben je er bang van? Nee, ik ben gek op honden. Frederik, kijk eens, je krijgt van mij een bos bloemen aangeboden. Omdat je ziek bent geweest en omdat je hondencursus hebt gedaan. En met je borstkanker. Dan we hopen dat het schoon blijft op het moment. En ik hoop dat je het mooi vindt. En dan krijg je van mij een bos bloemen. Voor Frederica Kostanje van mevrouw Kostanje. Jij wordt in het zonnetje gezet omdat je het door ziekte niet makkelijk hebt gehad. Ook werk je keihard en doe je ook nog een cursus. Je bent een geweldige dochter. Open Rotterdam, warmt je op. Heel mooi. Ja, het is een prachtig bos. Leuk. Heel blij. Heel geweldig ja. Dat u het heeft moet die dames en die meneer maar bedanken. Ja, maar u hebt geschreven. Ja, dat is waar. Toch? Ja. Vind ik heel lief. Ja. Nou, moet ervan genieten. Ja. Nou, het is een mooi bosbloem. Ja, mijn moeder heeft het ook wel moeilijk gehad. Ja, want ik zie dat jullie allebei natuurlijk nu emotioneel worden. Ja. Vandaag ben je gezond en morgen kun je weer ziek zijn. Ja. Dat weet je dus niet, hè? Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Fantastisch. Ja. En je moet zo werken? Ja. Ik moet zo werken. Ja, ik ga zo het ziekenhuis in. Als je ze nu in de auto legt, dan blijven ze koel. Cool. Ja. Ze vanavond in de vaas zetten. Ook de praktische dingen moeten... Ja. Ja. Nou, tot ziens. En prettig feest daar ook allemaal. Kom eens hier. Kom. Dag en succes verder. Dank u. Ja, dag. Zo, we zijn in Delft aangekomen en Nanda wacht op ons. We gaan namelijk haar moeder verrassen op haar werk. Haar collega's zitten in het complot. Dus als het goed is, weten ze nog helemaal niks. Ik ben benieuwd. Voor wie zijn we hier? Voor mijn moeder. En waarom voor je moeder? Mijn moeder heeft een spierziekte waar ze heel veel last van heeft. En vandaar dat ik haar even in het zonnetje wou zetten vandaag. Dus, en zij werkt hier binnen en ze weet, neem ik aan, niet dat we komen? Nee, ze weet niet dat we hierheen komen. En ze is al klaar met werk eigenlijk. Dus ik heb de hele tijd contact gehad met de collega's. En die proberen haar nu binnen te houden. Dus ik ben benieuwd of het allemaal gaat werken. Kom maar. We laten het echt nog binnenkomen. Ja, jongen, zeg niet normaal. Even hier op de kant ook en dan komt ze terug. Oké. Daar komt ze. Kijk, ik wil even nog wat geven. Verkeerde. Het is verkeerde. Ik wil nog even. Hallo, mami. Hallo. Hé! Wat is dit nou weer? Ik mocht laatst een wens doen in Rotterdam. Oh. En toen heb ik jou opgegeven. Je moeder zit bijna in de overgang, dus die gaat nu uit. Maar ik heb jou opgegeven omdat je vanwege je spierziekte dat je het soms best moeilijk hebt. Mm. En vandaar deze mooie bosbloem. Hoe vind je dat jouw dochter het heeft geregeld? Dat had ik niet verwacht. Zeker niet op mijn werk natuurlijk. Nee. Ze belde net en ik ging wat eerder naar huis. Stond even nog een sigaretje te roken met een collega. Dus ik wil eigenlijk net naar de tram lopen en word ik door een collega naar binnen geroepen.
Ja, ik zie het, het raakt je. Ja, nou, ik ben ook de leeftijd dat ik wat emotioneler ben. Je geeft nu de hormonen de schuld. Juist, inderdaad. We zijn nu in Beverwaard en om de hoek wacht Danie samen met haar zusje. Ze hebben namelijk een prachtige wens voor haar moeder ingezonden. En we gaan vertellen dat die wens uit gaat komen. En zij mogen hun moeder gaan verrassen. En waarom verdient jouw moeder dit nou? Waarom wil je graag je moeder in het zonnetje zetten? Mijn moeder is de sterkste vrouw die er bestaat. En ze heeft alles in haar eentje gedaan. Dus ja. Ja, ze heeft ons alle zeven met z'n allen opgevoed. En vorig jaar was ons broertje ziek geworden. En zij stond alleen voor met ons. We zijn wel gedankbaar. En wat is jullie kerstwens? Om dat met z'n allen naar op vakantie te gaan. Ja, met zeven kinderen heb ik sowieso niet genoeg geld. Nee, dat snap ik. Danies, wens voor jou een weekend weg. Met het gezin, alle zeven kinderen mogen mee. Je hebt het verdiend. Open Rotterdam brengt deze wens graag in vervulling. Gefeliciteerd. De datum mogen jullie zelf overleggen. Heel handig.